Een hele goede middag op deze woensdag. Het is alweer 1 september. Ik ben over een week alweer jarig, jongens. Wat gaat de tijd toch snel? Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Ik heb vanochtend een monteur gehad voor de droger. Die zou tussen 8 en 12 komen. Die was er ook al 7:15. Heeft een sensor vervangen in de droger. Dus ik ben heel benieuwd of het probleem nu is opgelost. Ik ga het straks testen, want ik ga even de kleden wassen. Die was om 9:15 weer weg. Dus toen kon ik mooi nog even slapen, want ik was nog best wel een beetje moe. Ik heb nu ook heel erg last van spierpijn. Dus ik weet niet waar het vandaan komt, maar dat was in ieder geval mooi. Dus die is weer gemaakt. Vandaag op de planning, ik ga gewoon de woonkamer doen, is wel even nodig. En daarna eventjes bullet journalen, dus niet heel veel bijzonders. Wat is er toch, Nikki? Gisteravond, ik heb Goede Tijden gekeken, was wel heel erg spannend hoor. Ik vond het ook wel een beetje jammer, want er is dus iemand overleden. Meer een bijrolpersonage, zeg maar. Maar ik vond dat wel een leuk personage. Het hoorde een beetje bij de serie, die was er ook al zulke jaren. Maar dat was wel even spannend. Daarna heb ik Handhavers en Politie gekeken, zoiets. Volgens mij heette het zo, het was op RTL 5. Dat was wel heel interessant. Dan zag je dus de handhavers aan het werk en die hadden af en toe dus hulp nodig van de politie. Iemand is aan het timmeren hier ergens, dat hoor ik. Wat me opviel waren heel veel mensen die toch van die lachgasballonnen in hun auto hebben, of in ieder geval van die tanken. Ja, dat is zo'n ding geworden. Ik snap ook niet zo goed wat mensen daar nou fijn aan vinden hoor, maar het schijnt wel echt een heel erg groot ding te zijn. Dus nou ja, ik was... Oké. Best wel verbaasd, maar het was wel heel interessant om naar te kijken. Dus leuk dat ik weer wat gevonden heb. Daarna had ik even een roer omgekeken, dat had ik maandagavond opgenomen. Ja, vond ik ook best wel bizar dat je dan toch wil gaan verhuizen, alles, huis, haard en familie achterlaat. Om dan een nieuw leven in een ander land te beginnen. Ze hadden ook niet echt een plan, ze hadden een camper gekocht, die mensen. En ze gingen eigenlijk wel hun plan een beetje trekken, alleen ja... Die camper die was ook zo oud als de weg naar Rome, dus die had onderweg hartstikke veel problemen. Dus dat ging ook niet echt helemaal soepeltjes. Maar dan gingen ze ook echt in slapen. Ja, ik zou er een beetje claustrofobisch van worden, zo klein. Bij mij hoef je ook echt niet te gaan kamperen, want caravans en ik, nee. En een tent slapen, dat doe ik al helemaal nooit. Dus nee, ik vond het allemaal een beetje klein, maar het was wel interessant om te zien. Toen heb ik de vlog verder afgemaakt. Mickey, hou op. Je doet heel vervelend. Foto's bewerkt. Toen ben ik Virgin weer voor gaan kijken. Heb ik een nieuwe serie gestart op Videoland. En dat heette Deadline 1410. Vlaamse serie ook. Heel erg mooi, de eerste aflevering. Het was wel heel erg grappig. Want ik zag een acteur waarvan ik, die ook in Code 37 zit... Toen vroeg ik me vorige week wel eens af, goh, uit wat voor rollen zou je die nog meer kunnen kennen? Maar ik wist het zo niet. Toen bleek het dat hij in deze serie zat en ook nog in Spoed. Maar er zaten sowieso heel veel bekende gezichten in deze serie. Als je een beetje bekend bent met Vlaamse mensen, dan zie je best wel veel bekenden. Ook uit Zonnestad. Het was wel heel erg leuk. Nou ja, dat was het. Ik ben een heel mooi boek aan het lezen, dus dat was allemaal wel fijn. Ik heb een pakket binnengekregen met mijn nieuwe verjaardagskleding. En die wil ik even met jullie gaan uitpakken. Want die ga ik even laten zien. Want ja, het was sale bij de H&M. En toen dacht ik, nou, ik vind het toch wel leuk om nog iets te bestellen voor mijn verjaardag aan nieuwe kleding. En ik ben een beetje uit mijn comfortzone gestapt. Dus ik ga die even met jullie uitpakken. Nou, het doosje is hier. Ik heb hem even opengemaakt. Dat allereerst, dat zit heel goed verpakt, een luchtje. Dat is wel heel netjes gedaan. Ik heb nog nooit eerder een luchtje besteld. Oh, hij is ook wel heel schattig. Dit is de Eau de Toilette lipstick. Ik ben echt wel even benieuwd hoe het eruit ziet. Dit luchtje kostte 1,50 €. Was dus ook afgeprijsd. Oh, kijk, hij is echt heel erg schattig. Zo ziet het doosje eruit. Ik laat hem nog even dicht zitten, want ik wilde nog een review over schrijven.
Dus laat ik hem even met de tijd zien als ik hem ga reviewen. Er zit 20 ml in. Ik vind hem wel heel schattig. Ik vond vooral de verpakking wel, of de naam interessant, lipstick. Ik kan even kijken of ik hem kan terugvinden op de site van de H&M. Dan kunnen we misschien toch even zien hoe de verpakking er verder uitziet. Ik ga even zoeken. Oh ja, kijk, zo ziet het flesje eruit. Gaat hij dat scherp stellen? Ja. Kijk, zo ziet hij eruit. Het is heel schattig en klein. Ik vind hem ook echt wel heel erg schattig, maar dus goed verpakt. Ik kan even kijken of de kortingsprijzen erop staan. Ik heb het idee van niet. Ah jawel, het staat erop. Ik heb hier allereerst een blouse. Ik heb deze in maatje S genomen. Ik kan hem er even uithalen, want ik moet het sowieso toch even passen. Ik heb het zo goed vastgepakt. Deze blouse was in eerste instantie 20 euro. Die ging nu 11 euro vanaf. Dus volgens mij was het nu nog 8 euro of zo. Kijk, dat is gewoon een blouse met lange mouwen. Oeh, hij is best wel oversized voor een S'je. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik ga het sowieso even passen. Ik denk op zich wel dat het goed zit, maar hij is niet heel erg gelijnd of zo. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik denk dat ik het even voordat ik ga douchen ga passen. Ik vind dit bij die mouwen wel heel erg leuk. Jullie zien sowieso de aanbeelden met mijn verjaardag hoor, maar ik wil het gewoon alvast even laten zien. Ik zal het even terug in het zakje doen. Dan vangt het niet gelijk zoveel stof. Dan kan ik, als het allemaal past van het weekend, gelijk ook even wassen. En daarbij heb ik ook een rokje besteld. Ook in een maatje S. En dit rokje, die was ook 20 euro. En daar ging zelfs 13 euro van af. 20, 10. Die was nog 7 euro. Dan was de blouse denk ik 9 euro. Ik kan zo nog wel eventjes anders opzoeken. Ik zal hem er ook even uithalen. Ja, weet je, qua taille zit het vaak wel goed. Alleen is altijd even de vraag hoe zit het qua lengte. Ik vond het wel heel erg leuk, want hier zit dus een centuurtje aan. Op de achterkant heb je dus een rits. En ook een knoopje, maar die zit er denk ik meer... Oh nee, die kun je ook dicht doen. Heel klein knoopje. Maar die ziet er dan zo uit. Hij ook wat smal. Dus misschien dat ik deze wel eventjes zo ga passen. Kijk, blouse ben ik niet zo heel bang voor. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Dus dit waren de kleren. Ik zal eventjes inloggen op de site van H&M. Om even de precieze prijzen op te noemen. Voor als je het interessant vindt. Even kijken hoor. Inbox. Nee. Alle aankopen. Het rokje was 6,99 euro. De blouse was 8,99 euro. En de parfum was dus 1,50 euro. Maar ja, ik ga dit dus nog even passen. En dan weet je in ieder geval wat ik aan verjaardagskleding heb. Ik ga nu even water pakken en dan ga ik eerst even lekker poetsen. Toch het rokje al even aangedaan. En zoals je ziet zit hij eigenlijk wel heel goed. Ik heb zelfs nog ietsjes ruimte over. Dus ja, kan mooi zo. Die blouse pas ik later wel even. Maar ik ben niet zo bang dat hij niet past. Want die ziet er vrij groot uit. Maar ja, ik ben er wel blij mee. Hij staat leuk zo. Thank you.
alles is weer schoon. Ja, ik vind het altijd zo'n fijn gevoel. Ik heb grondig schoongemaakt. Dat was ook echt wel even nodig. Maar ja, alles is weer heerlijk schoon. Ik heb heel even gebullet journal, niet heel erg lang. De schoonmaak nam iets langer in beslag dan ik in gedachten had. Maar goed, ik heb alvast één doodle kunnen tekenen. Kijk, de droger is klaar. Kijk, dit geluid miste ik al. Ik heb de nieuwe doodles binnen van september. En dit zijn de Late Summer Sweetness Doodles. En ja, er zitten hele leuke dingen bij. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik heb nu pas de eentje af. Dus dat zijn de peren. Dus ik hoop eigenlijk morgen voordat mijn coach komt nog even wat te kunnen doen. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Je hebt vanavond veel televisie en ik kan niet alles opnemen helaas. Je hebt Chantal's Beauty Camper. Dat ga ik kijken na goede tijden. Dan wil ik daarna eventjes Theerijkstraat Arm terugkijken. Je hebt ook nog 5 Days Inside, ook precies om 8:30. Dat ga ik dus niet redden met opnemen, want ik wil Hudson en Rex opnemen. Dus ik moet eventjes kijken of ik, dat ga ik dan gewoon terugkijken, want dat kan ook. Dus dan ja, is dat even niet anders. Misschien staat dat wel op Videoland, dat zou natuurlijk ook top zijn. Dus dat eigenlijk. Verder moet ik een thumbnail nog maken voor de vlog, want die moet ingepland worden. Ik moet even nog één foto of een paar foto's nog afbewerken. En dan moet ik een artikel schrijven en ik ga verder met Virgin River. En dan ga ik dus Hudson en Rex vanavond kijken. Dus dat is eigenlijk ook de planning. Verder niet zo heel veel. Dus ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Om eventjes lekker relaxen. Ik word best een beetje moe en mijn huid is zo droog. Ik denk echt dat het komt door die dag- en nachtcreme. Mijn moeder zei al, ja, waarom stop je dat niet mee? Maar ja, dat vind ik dan weer zo zonde, weet je wel. Om zo 2,5 potjes weg te gooien. Maar ik heb wel echt het idee dat het daardoor komt. Dus ik houd het even in de gaten, ja. Ik heb het idee van wel. Goed, ik ga eventjes de kleden pakken en dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 2 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb zo diep geslapen, maar ik had zo onwijs last van mijn spieren. Ik weet niet wat het was. Ik kon bijna niet meer lopen gisteravond. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar het was niet echt lekker. Maar goed, ik ben weer aardig opgeknapt. Ik voel het nog een beetje, maar de pijn is in ieder geval een stuk minder. Ja, gisteravond leuke televisie. Gewoon in goede tijden gekeken. Chantal's Beauty Camper was heel erg leuk. Duurde alleen nu ook ja, ruim een uur. Ik geloof dat het rond 9:50 afgelopen was. Daar moet ik wel aan wennen dat RTL dat heel veel doet. Omdat het voorheen gewoon een uurtje was. Toen heb ik even Steenrijkstraat Arm teruggekeken. Was ook wel een hele mooie uitzending ook. Vind ik altijd gewoon heel erg leuk om naar te kijken. Toen heb ik mijn artikel geschreven voor mijn blog. Een reviewtje. Thumbnailtje gemaakt en toen ben ik Virgin River gaan kijken. Ik had de laatste aflevering van seizoen 2, die eindigde heel spannend. Dus vanavond begin ik met seizoen 3, dus dat was heel erg leuk. En daarna had ik Hudson en Rex, alleen Muis die ging toen voor de televisie zitten. En toen dacht ik, Muis, dit vind ik niet zo handig. Muis! Muisje! Muis wil naar de keuken, dan gaat ze aan de deur krabben. Doe maar niet! Dus die heb ik maar even weggehaald, want ik kon de tekst niet lezen. Dus dat was niet zo heel erg handig, maar dat was ook wel een hele mooie uitzending. En ik ben zo een boek aan het lezen wat nu zo spannend is. En dat je eigenlijk door wil lezen, maar dat je denkt, nee, oké, ik moet nu stoppen. Dus dat eigenlijk. Dus ja, prima avondje. Ik ga zo even stofzuigen in de bakken scheppen. Mijn coach is er met een half uurtje, want die komt 3:15. Dus dan kan ik mooi eventjes... ja, mijn dingetjes nog eventjes doen. Misschien nog even het wasje afhalen. Ik heb de droger dan, dat ging ook weer goed gisteren. Dus dat was ook mooi. Dus ja, wat dat betreft wel top. Dus ik ga het nu eventjes wat doen. En dan zie ik jullie sowieso weer als ik thuis ben. Want er is vandaag eigenlijk niet echt iets waar ik jullie bij kan zetten. Omdat ik dan straks ook weg moet. Dus ja, dat. Ik heb weer een broek uit de kast getrokken die ik al even kwijt was. Dat is een broek van de, ja, gewoon van de... Van de Lidl. Die zitten momenteel het beste bij mij. Maar die was ik even kwijt. Dus ik heb hem weer gecombineerd met een blouseje. Maar ja, ik ben wel blij dat ik hem weer even heb gevonden. Want ja, dan heb ik toch weer even 3 broeken die echt goed zitten. Alleen die zakken zitten altijd raar. Dus dat. Ik ga straks eventjes naar de Action toe. Even nog wat dingetjes ook voor mijn verjaardag halen qua versiering erbij.
toch wel leuk. Ik ga extra uitpakken. Maar dat laat ik jullie dinsdag wel even zien wat ik allemaal heb gekocht qua versiering voor. Sowieso, ik heb wat versiering gehaald toen ik een paar weken terug mijn stofzuiger ging kopen. Maar dat heb ik expres nog niet laten zien, omdat ik het ook een soort als verrassing wilde hebben voor Nathalie. Als die zou komen met mijn verjaardag. Nou komt zij op de dag zelf niet uiteindelijk, want dat lukt niet. Maar wel dat weekend erna. Dus, maar dat krijgen jullie later nog even te zien. Ik ga nu even wat doen en dan zie ik jullie later. Zo, ik ben weer thuis. Ik zal jullie even de boodschappen laten zien. Het is ook al 5:50. Dus best wel lang onderweg geweest. Lekker bij de Action geweest. Het was wel even heel erg leuk. We hebben even wat dingen kunnen halen. Maar ik ga jullie even de boodschappen laten zien. Ik was even bij het kruiden. Toen moest ik even wat make-upjes voor Nathalie halen, had ze gevraagd. En daar heb ik zelf nog even een decoratieve krat meegenomen. Daar wil ik wat knutseldingen in zetten. Dus die vond ik wel leuk. Wat had ik nog meer van mezelf meegenomen? Oh ja, deodorant. Die was nu met korting. Dus kijken waar die is. Deze weer, de Rexona Sport Strange. Die was nu dan met 50% korting. Dus ik dacht, nou dan neem ik die wel even mee. De rest heb ik bij de bonen hier de bonen gehaald. Die waren in de aanbieding. Een pak chocomel. Aardappelschijfjes waren 1+1 gratis. Kattenvoer heb ik meegenomen. Een hele grote bak met shawarma, maar er kan heel veel van in de vriezer. Dat ga ik zondag lekker eten. Waar laat je alles in? Bij Lidl heb ik een fles cola. Ik wilde eigenlijk meer cola, maar ze hadden er nog maar één. Dus ik heb maar even één fles meegenomen. Spekjes. Nog een heel leuk linnen topje met bloemen en dingen erop. Die vond ik wel heel leuk in een esje. Een pak melk. En wappenschijfjes. Die was ik bij het kruiden te geven. Ik dacht, neem ik ze bij Lidl even mee. Koffiemelk. En ik kreeg een gratis reep alvast voor mijn verjaardag. Dus ik heb een pure chocoladereep gekozen. Bij Plus kan je sparen voor allerlei dingetjes. En daar heb ik twee bakjes meegenomen. Twee schaaltjes. Het is altijd handig om chipjes in te serveren. Of nou ja, straks met mijn verjaardag misschien ook wel wat dingetjes. En ik heb een plank. Ik ook wel handig om dingen op te serveren. Dus ja, die kon je dan sparen. Die plank was 2 euro en die bakjes 3. Ik heb Jan Hagelkoekjes meegenomen. Die vind ik altijd erg lekker. Zak met kattenvoer. Voor de katjes weer. Een bakje met gehakt. Slaapvinkjes heb ik daar ook meegenomen. Het zijn wel de alle minuten, dus ik hoop dat die ook lekker zijn. Een zakje Vlaamse frietjes. Een zakje gewone frietjes. Een broccolietje. 2 keer een Apple Bandit. Want ja, ik ben natuurlijk volgende week jarig. Dus dan wil ik wel even wat te drinken hebben. Een bakbotertje. En nog huishoudhandschoentjes. Dus dat waren de boodschappen. Ik ga het even opruimen. Dan ga ik de nagellak van mijn nagels halen. Want die is heel erg beschadigd. Ziet er niet meer uit. Ga ik even douchen. Want ik voel nu wel weer heel erg mijn spieren.
Dan ga ik dat even doen. Dan ga ik daarna eventjes eten maken. En dan heb ik vanavond weer Goede Tijden en Chateau Meiland. En er begint ook een nieuw seizoen van Meester Frank Visser. Dat ga ik lekker kijken. Verder ga ik gewoon eventjes de foto's bewerken voor mijn blogartikel. En heb ik Virgin River en ga ik weer verder met Code 37 met die dubbele aflevering. Dus dat vind ik al heel erg leuk. Dus dat, ik was alleen weer een fles drinken vergeten. Ik had dan weer zo'n dorst. Loop ik in de supermarkt, zie ik al dat drinken. Denk ik, oh, drinken. Nee, niet doen. Dus dat wordt verder de avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan eventjes de dingetjes voor mezelf. Dus ja, ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 3 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteren mijn nagellak verwijderd, want het zag er niet meer uit. Het was wel een beetje lastig, want het waren van die glitters. Dus het is altijd een beetje moeilijk. Maar het is er weer af. Verder heb ik lekker televisie gekeken. Goede Tijden. Vind ik toch wel super jammer dat het op vrijdagavond niet komt hoor. Maar dat kwam. Je was zo gewend dat ik weet er alles van wel op vrijdag kwam. Maar ja, Goede Tijden, dat blijven ze dus echt van maandag tot donderdag uitzenden. Ik vind dat nog steeds wel heel erg jammer. Nathalie belde nog eventjes, dus even gezellig mee gekletst. Daarna heb ik Chateau Meiland gekeken, wat ook wel weer erg lachwekkend was. Ja, ik geniet er nog steeds wel van. Dus dat was leuk. En daarna Meester Frank Visser, dat vond ik erg heftig. Het was een hele heftige burenruzie en die buren stonden buiten en dat ging al goed tegen elkaar te keren. Victor die stond er echt een beetje zo tussen van ho, dit even rustig. Maar ik kon er ook niet heel veel van maken, want die stond er eigenlijk een beetje tussen zo van oké, ik sta er tussen, maar het heeft weinig zin. Nou, dat was dus best wel heftig. Daarna heb ik de foto's bewerkt. Maar toen kwam ik erachter dat ik dus van... Ik wilde ook nog een review schrijven over die lipsticks waar ik dus een video over had gemaakt. En ik heb daar dus geen foto's van gemaakt. Dus die heb ik gisteravond eventjes gemaakt. Dat was niet zo heel erg slim. Maar ja, goed. Is er dus bij ingeschoten. Toen heb ik die even bewerkt. Die zijn bijna klaar. En daarna had ik Virgin River en ben ik verder gegaan met Code 37. Hele spannende uitzending, dus dat betreft wel een goede avond. Ik heb alleen heel erg last van mijn spieren. Mijn been doet heel erg zeer en mijn arm die doet een beetje zeer. En ik heb iets in mijn ogen van mijn gevoel, maar ik kan nu niet wrijven, want de make-up zit er net op. Wat dat betreft een goede avond. Het boek is bijna uit wat ik aan het lezen ben, zo spannend. Maar ik heb er hierna nog één uit die reeks, dus het was ook heel erg goed. En ik heb alweer een hoop nieuwe die ik kan gaan lezen, dus wat dat betreft geen probleem. Ik ga zo meteen eerst even een was aanzetten, want dat is nodig. De boodschappen moeten nog naar boven, want daar had ik gisteren geen zin meer in, dus die ga ik even naar boven brengen. Dan ga ik een slaapkamer doen, want dat is wel weer eventjes nodig. Even lekker weer mijn bed verschonen en dat soort dingen. En even alles weer lekker fris, dus daar heb ik wel zin in. Dat ga ik eventjes doen. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu even de planning. Verder heb ik ook niet zo heel veel te vertellen, want ja, er is niet heel veel nieuws. Dus daar hou ik het dan maar eventjes bij. Dus ik ga nu eventjes eerst even de boodschappen naar boven brengen en dan even een was bij elkaar rapen. Dan is dat in ieder geval gebeurd, dan kan die aan. En dan kan ik mooi weer eventjes wassen en dan kan ik de droger weer gebruiken. Dat is natuurlijk heel erg fijn. Dus ik zet jullie bij de slaapkamer erbij, dan is het nu tijd om dat te gaan doen. Thank you.
lekker weer klaar. Het is altijd wel weer even een hele klus, maar altijd weer heel fijn als het dan weer helemaal klaar is. Dus alles is weer lekker schoon. Gelijk even goed opgeruimd. Ik heb zelfs een paar extra laadjes uitgezogen. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg blij. Het was heel fijn om zo weer eventjes aan de gang te gaan. Lekker weer een schoon bed. Dus vanavond lekker in een schoon bed stappen. Ik hou ervan. Dus dat is wel heel erg fijn. Maar ik verbaasde me gisteren eigenlijk een beetje toen ik in de supermarkt was. Dat ik de pepernoten al zag. Ik zag de chocoladeletters al. Bij de Action hadden ze zelfs al een gedeelte kerst. Dan dacht ik, ja, het is wel best wel vroeg. Zijn jullie eigenlijk al in de stemming om pepernoten te eten of chocoladeletters? Kijk, chocola is altijd lekker. Pepernoten op zich ook wel. Alleen ik voel hem nog niet. Ik voel nog niet de behoefte om nu pepernoten te eten of zo. Ik weet niet wat het is. Ik verbaas me in ieder geval over. Ik heb het nog niet meegenomen. Er komt gegarandeerd als straks die tijd weer komt dat mijn potje gevuld wordt met kruidnoten. Maar pepernoten, dat is altijd zo'n ding. Ik voelde hem nog niet. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie daar al voor in de stemming zijn. Katjes hebben ook net lekker gegeten. Ik heb alles weer opgeruimd. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten maken. En vanavond begint het nieuwe seizoen van Flikker Rotterdam. En daar heb ik echt onwijs zin in. Dus dat begint om 8:30. Om 10:00 heb je nog de Alles Kunnen Vips. Dat ga ik ook lekker kijken. En ik denk gewoon nog even wat gamen ook tussendoor. Dat is ook wel lekker. En ik kan ook alvast wat aan het werken voor de video en de blog. Want dat moet ik vanavond ook nog doen. Dus ik ga het gewoon allemaal een beetje tussendoor doen. Verder kijk ik vanavond Virgin River en ga ik verder met code 37. Dus dat wordt verder de avond niet heel spectaculair. Dus, maar wel lekker. Maar ik heb het nu een beetje warm, dus ik ga ook even wat drinken. Ja, ik vond het een beetje lastig. Het zag er niet heel warm uit, maar met poetsen krijg ik dan toch wel warm. Ik dacht, nou ja, goed, weet je. Het is prima. Straks lekker onder de douche, dan ben ik weer helemaal lekker fris. Dus dan is het prima. Ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Want ik ga even bijkomen, want... ja, ik vond hem weer zwaar. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 4 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het gewoon een beetje koud. Het zonnetje schijnt wel. Ik weet ook eigenlijk niet hoeveel graden het is. Maar de temperatuur is gewoon niet heel warm. Want er staat een beste wind. Het is ook 19 graden. Ja, oké. Okay. Tot en met woensdag hebben we vrij mooi weer. En dan vanaf donderdag hebben we weer kans op regen. Dus... nou ja, een paar dagen dus echt dat de temperatuur wat omhoog gaat. Nou, daarna blijft hij ook nog wel vrij hoog. Nee, donderdag alleen nog. Daarna gaat hij wel weer wat naar beneden, maar dan heb je ook weer de buien erbij. Ik heb gisteravond even mijn was opgevouwen. Ik kom mooi even voordat Flikker Rotterdam begon, wat overigens een hele spannende aftrap was. Heeft ook 2 jaar tussen gezeten voor er weer een nieuw seizoen kwam. Maar het was gelijk een dubbele aflevering, dus dat gaat volgende week pas verder. En dat vind ik altijd een beetje jammer, dat je dan weer een week moet wachten. Maar goed, het is niet anders. Nou, daarna heb ik even de Alles Kunnen gekeken. Dacht ik eigenlijk dat het de laatste zou zijn, maar dat komt dus nog een keer. Want ze hadden toch nog best wel wat kandidaten over. Moeilijke opdracht hoor. Bij sommigen kreeg ik het zelfs een beetje Spaans benauwd. Dan moesten ze zeg maar met de spatel op de tong en dan A zeggen. Nou, ik kreeg het een beetje benauwd van. Maar was ook wel weer leuk. Ik heb de foto's even afgemaakt met bewerken. Toen heb ik mijn artikel geschreven. En ik heb eventjes mijn video in elkaar gezet. En ook al geüpload. Maar die staat inmiddels al online. Daarna heb ik Virgin River gekeken. En toen ben ik verder gegaan met code 37. Was ook een dubbele. Dus daar heb ik vanavond dan het vervolg van. Dus verder wel een prima avondje. Ik had dan die... à la minuut sla, vind ik. Die zijn inderdaad echt wel heel snel gegaan. Maar ze waren wel heel lekker. Alleen wel wat dunner. Dus, nou ja, goed. Ik heb er nu even 2 in de vriezer gedaan. Want ze waren wel tot de 11e goed. Maar ik denk, nou, beter. Mijn moeder zou ik doen, ze maar in de vriezer. Wat heb ik vandaag op de planning? Ik ga zo even stofzuigen en de bakken scheppen. Dan ga ik even de was opvouwen. Daar kan ik jullie wel even bij zetten. Verder wil ik boven even wat proberen te doen. En wil ik even lekker bullet journalen. Want... ja, afgelopen week niet veel gedaan. Dus dat is sowieso even iets wat ik wil gaan doen. Verder heb ik ook niet zo heel veel te melden, want er is verder weinig gebeurd. Dus ja, ik ga dat eventjes doen. En dan neem ik jullie weer mee, voor zover het lukt vandaag. MUZIEK
Zo, inmiddels hebben de katjes lekker gegeten. Ik ben eigenlijk best lekker bezig geweest. Ik heb eventjes de was opgevouwen. Die heb ik ook al in de kast gelegd. Gelijk de ondergoedlijven opgeruimd. Ik ben wel een paar dingen kwijt die ik even niet tegenkwam. Dus waar ze zijn gebleven, ik weet het niet. Ze moeten ergens liggen, maar ik zag ze zo even niet. Maar dat is allemaal in ieder geval weer netjes. Dat vind ik ook altijd wel weer fijn. Dan kan ik tenminste weer gewoon normaal alles terugvinden. Verder boven even iets opgeruimd. Maar dat is toch niet echt handig om jullie bij te zetten. Omdat het daar heel slecht is met het licht. Dus ja, ik heb wel wat gedaan. Maar het is nog lang niet zoals ik het hebben wil. Dus het blijft gewoon nog wel even een lang proces in ieder geval, denk ik. Ik heb even wat doodles getekend. Want die van september, die waren er dan weer. En ik moest een schommelbank tekenen. Nou vond ik dat best wel lastig. Dus hoe heb ik het uiteindelijk gedaan? Zo. Ik heb hem zomaar getekend. Een schommelbank met een meisje erop. Ik vond het zo lastig. Ik wist het anders niet. Maar ik vind het op zich wel leuk gelukt. Dus ik ben er wel blij mee. Nou, toen even lekker opgeruimd. Ja, dat is het eigenlijk ook. Verder niet. Ja, ik vond het wel eventjes relaxed. Zo, relaxe zaterdag. Toch even lekker gebeurd. Journaled. En eventjes wat dingen gedaan. Maar niet al te veel. Want ik voel mijn rug ook een beetje. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik douchen en straks eten. Vanavond heb je weer wat een jaar. 1974 als ik het goed heb. Daar ga ik natuurlijk heel weinig vanaf weten. Maar ach, het is wel leuk. Misschien kom je nog weer dingen tegen waarvan je dacht, hey, dat komt me bekend voor. Omdat het bijvoorbeeld nu een hype is geworden. Dat is altijd wel leuk. En dan ga ik de Nijven, Hudson en Rex kijken. En ja, verder wil ik vanavond even de vlog alvast weer zover als kan afmaken. Ik heb Virgin River en het vervolg van Code 37, dus ik ben heel erg benieuwd. Dus dat is verder de planning. Niet heel veel spannend. Ik heb even nog uit wat folders wat dingetjes geknipt. Ik zag wat dingetjes staan die ik kon gebruiken om te verwerken in mijn bullet journal. Dan knip ik het gewoon uit reclame voor. Dus ik weet niet of als er mensen zijn die bullet journalen of jullie dat ook doen. Maar ik vind dat altijd wel handig. Dus nu kwam ik een hele mooie plaat tegen van de dierentuin. Ja, die kwam te mooi weer gebruiken bij de spriet voor de spread. Spriet. Ik weet niet eens hoe ik het goed uitspreek. Voor de dierentuin. Dus dat is dan wel heel erg handig. Het is wel een totaal andere dierentuin, maar whatever. Ik bedoel, er staan gewoon de dieren op die je in de dierentuin hebt. Dus ik vind het goed. Goed, ik ga lekker relaxen. Ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 5 september. Ik sta even lekker op de bank. Ik heb wel mijn jurkje aan, maar ik heb het eigenlijk een beetje fris. Dus ik denk dat ik er zo even iets van een vestje bij pak. Want ik vind het toch wel een beetje warm. Kijk, muisje komt hier uit de krap al. Kijk. Ik zal even inzoomen. Muis! Hallo! Hi! Ik ga even zo'n klein hoopje uit de krap komen. Nu komt ze hierheen. Want dan roep ik er en dan komt ze altijd gelijk. Ik had het wel leuk als ze goed naar de namen luisteren. Gisteravond eigenlijk niet heel veel bijzonders gedaan. Wat een jaar gekeken. Ik zat er alleen compleet naast qua jaartal. Ik had het volgens mij over 1984. En het was 1978. Maar de films die ze doen nu tegenwoordig, scènes uit de film, die moeten ze naspelen. Die had ik wel allebei goed. Dus dat was wel leuk. Het was verder wel gewoon een hele leuke uitzending. Maar je weet er gewoon niet zo heel veel van, omdat het ver voor je tijd is. Daarna heb ik even Hudson en Rex gekeken. Dat was ook een hele mooie uitzending. Toen ben ik de vlog gaan editen. Ik heb nog een klein stukje ook van Nederland gezien. Ik had ondertussen het ook wel op de laptop aangezet. En die hebben gewonnen. Dat was wel een mooie wedstrijd. De vlog is dus af tot en met gisteren al. Toen ben ik Virgin weer van gaan kijken. En daarna had ik Code 37. Dat was dan van die dubbele aflevering. Dus dat was ook wel heel erg leuk. Dus dat was het verder. Nieuw boek begonnen. Dus ja, wat dat betreft wel een goede avond. Vandaag is natuurlijk die grote race op het circuit van Zandvoort. Met Max Verstappen en al die racers. Ik ken ze niet allemaal bij naam. Ik weet een Lewis Hamilton. Maar daar houdt het ook wel bij op. Maar ik heb heel graag de Ziggo Sports. Misschien zet ik hem even aan. Gewoon eens even om te kijken hoe dat is. Want ik kijk het normaal niet. Maar ach, je kan dit weekend gratis Ziggo Sport kijken. Als je er geen abonnement op hebt vanwege die race. Voetbal is er dus verder niet. Omdat het Nederlands elftal heeft gespeeld. Dus we hebben geen eredivisie.
Maar goed, vandaag niet heel veel op de planning. Ik moet even foto's maken. Ik wil even de groenten en het vlees doen. Ik wil even een handwas aanzetten. Even dat nieuwe blouseje voor mijn verjaardag. En ook dat nieuwe hemdje wat ik heb gehaald bij Lidl. Het is wel zo dat het hartstikke warm weer wordt woensdag. Tenminste, dat is nu de voorspelling. Het kan natuurlijk nog weer draaien. Maar ja, ik heb een blouseje uitgekozen. Maar ja, ik had ook niet meer verwacht dat het heel warm ging worden. Ik denk even dat ik eeltsokken wil doen. En ik wil eigenlijk eventjes mijn gezicht weer eventjes leegzuigen met de mee-eters. Want ik heb het idee dat er wel weer wat zit. Dus dat is het. Ik laat straks wel even de fotospullen zien. Maar verder zet ik jullie nergens bij. Ik ga zo eventjes de kattenbakken scheppen en even hier stofzuigen. Dan ga ik eerst even zorgen dat dat de groenten en het vlees klaarstaan. Wat vind je ervan, muis? Vind je dat een goed idee? Lekker hè, even kriebelen. Ja. Zat je lekker in de kappuil? Ja, ik was jou kwijt. Toen zag ik jou, hè? Ik dacht dat je voor het raam zat. Dus dat is de planning. Dus ja, ik ga gewoon eventjes wat doen. En dan laat ik je straks even de fotospulletjes zien. Zo, de fotospullen. Ik heb hier allereerst een volume vorming spray van Nivea. Met een root lifting spray. Ook met volume. Dus ik wil van de week even met mijn verjaardag krullen maken. Nu wil ik dit gaan proberen. Dus ga ik even foto's van maken. Oogschaduwpalet Peach Origin van Catrice. Dat is deze. Mooie paletten ook. De bronzer van Rimmel. De Natural Bronzer. In de kleur 003 Sunset. En twee highlighters van Essence. Twee grote. Ik heb hier de 02 Sunshowers. En de 01 Mesmerizing. Dus hier ga ik eventjes foto's van maken. Zo, de katjes hebben lekker gegeten. Ik zit inmiddels in mijn eeltsokken. Dus daar heb ik mijn sokken overheen aangetrokken. Kijk, het ziet er zo uit. En hier zitten dus die eeltsokken onder. Want anders dan, ja, gaat het zo lekker. En daar zit ik niet op te wachten. Dan kan ik straks als ik ga douchen gewoon goed mijn voeten afspoelen. En dan kan het vervellen weer beginnen. Verstappen staat nog steeds eerste. Ze moeten nog 3 rondjes. Dus we gaan het zien. Katten hebben net gegeten. Ik heb net alle fotospullen opgeruimd. Het ging wel vlot het foto's maken. Dus dat was mooi. Al even lekker mee bezig geweest. Dus dat is top. De groenten zijn klaar. Het vlees is klaar. Ik heb niet meer met het apparaat gedaan. Want ik wist even niet waar ik hem had gelaten. Ik heb wel gezocht, maar ik zag het even niet. Dus dat heb ik niet gedaan voor de mee-eters. Handwas zit erin. Die zal straks klaar zijn. En ja, dat was het eigenlijk ook. Dus ja, wel relaxed. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. En dit verder afkijken. Lente zat ook voor de buis. Ze waren helemaal niet naar dit aan het kijken. Frank die moest ze opzoeken. Lente zag racen en vond ze wel mooi. Ze zat gelijk met een bolletje voor de buis. Op de stoeltje met een maisvinger erbij. Of maiswafel. Echt fantastisch. Heel schattig. Ja, vanavond. Als ik straks gerelaxed heb, ga ik lekker eten. Ik heb patat met shawarma, dus lekker. Vanavond heb je miljoenenjacht. Dus daar heb ik wel zin in. Vind ik wel weer leuk in nieuw seizoen. Vind ik altijd wel leuk om te kijken. Verder heb je ook weer Wie van de Drie. Vind ik ook leuk. Ik ga foto's bewerken voor een blogpost. En Virgin weer verkijken. En verder met Deadline. Dus dat wordt verder de avond. Ook tijdens de televisie kijken wil ik even mijn nagels mooi maken. Want die moeten weer even een mooi kleurtje hebben. En ik wil gel lak gaan doen. Dus dat kan ik mooi even tijdens de televisie kijken doen. Dus ja, dat komt allemaal dan wel weer goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen even zien. Want mijn batterij is nu leeg. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 6 september. Ik ben klaargemaakt. Het is 22 graden buiten. En ik heb het gewoon een beetje koud. Dus ik heb eventjes lekker een lekker onder mijn jurkje aangedaan. Ja, vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga een video opnemen en even bullet journalen. Maar dat is eigenlijk een beetje standaard op de maandag. Maar daar kan ik altijd wel van genieten om de week een beetje rustig op te starten. Dus dat eigenlijk. Ik heb gisteravond miljoenenjacht gekeken. Dat was wel erg leuk weer. Ik vind het altijd wel leuk om naar te kijken. Ik doe zelf absoluut niet mee. Er is geen kans dat winsten naar mijn deur komt. Maar ik vind altijd die vragenrondes en zo wel leuk. En ik vind het altijd wel benieuwd van hoe speelt iemand het spel. En met wat voor bedrag gaan ze naar huis.
Dus het was wel leuk. Ik heb Wie van de Drie gekeken, dat was ook wel leuk. Ik moest alleen even wennen, want Rianne van Doortje heet tegenwoordig Raven. En, oh ja, toen moest ik even denken toen ik dat hoorde. Oh ja, ze heeft zichzelf nu zo genoemd. Toen moest ik even aan wennen. Maar goed, het was ook heel erg leuk. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik heb gellak gebruikt. Dus als het goed is blijft dit wat langer zitten. Ik heb er verder niet echt een kleurtje bij. Want het is gewoon een rood kleurtje die ik ooit bij de Action heb gekocht. Hij moet wel uitharden onder de lamp. Dus daar, ik had mijn tafel een beetje omgebouwd tot manicure tafel. Dus dat was wel leuk. Ik heb mijn foto's bewerkt en daarna heb ik gekeken naar Virgin River. En naar Deadline. Dus dat was allemaal wel leuk. Ik was nog een beetje verbaasd, want de Meilandjes gaan weer verhuizen. Ze wonen echt sinds juni in dit huis en ze gaan alweer verhuizen. Ze hebben dus een ander huis gekocht in Noordwijk, wat verder van de weg af ligt, want ze hadden te veel last van fans aan de hekken en zo. En het scheen ook dat de vorige eigenaar het huis heel graag toch een beetje spijt van de verkoop had. En die zou het eigenlijk ook wel graag terug willen, dus misschien koopt hij het wel gewoon weer terug. Maar dat, ja, dat was wel een beetje verbaasd. Ik denk, die blijft echt aan de gang. Ja, verder dat jochie, zeg maar. Er was zaterdag bij de wedstrijd van Nederland. Komt er op een gegeven moment een jongetje het veld op grens die een foto maakt met Memphis Depay. En hij werd verder ook niet tegengehouden. Hij kon zo het veld op. Wat ik ergens een beetje verbazingwekkend vond. Ik weet ook niet of je een kind gaat tegenhouden qua beveiliging. Maar kijk, mocht een strieker het veld oprennen, komt er gelijk 20 man achteraan. Dus ik was eigenlijk een beetje verbaasd dat zo'n kind zo het veld op kon komen. En hij was natuurlijk heel blij met die foto. Maar nu is er toch naar buiten gekomen dat er een geldboete of eventueel een stadionverbod boven zijn hoofd hangt. Omdat het eigenlijk dus niet mag. Dus ja, ik weet niet of je dan... Ja, ik bedoel, dan heb je wel die foto. Maar als je dan nooit meer een stadion in mag of je hebt een geldboete wat waarschijnlijk door je ouders betaald moet worden... Of je moet zelf een baantje hebben. Volgens mij was het jongetje 14 of zo. Dat is wel een beetje zuur, denk ik dan. Maar goed. Ja, dat was het eigenlijk wel. Ja, ik heb hier een puistje en die jeukt. Dus ik ga er even vanavond een patch op plakken. In hoop dat die rijp wordt. Want ik zit de hele tijd aan te krabben. Omdat die dus gewoon heel erg jeukt. En ik weet dat je er vanaf moet blijven. Maar ja, als je jeuk hebt, ga je krabben. Ik heb sowieso de laatste dagen heel veel jeuk aan mijn tenen en aan mijn been. Ik weet niet wat het is. Ik heb ook weer een blauwe plek op mijn knie. Ik weet niet hoe ik eraan kom. Ik word gewoon heel snel blauw. Maar het doet een beetje zeer. Want ik kwam er straks met mijn hand langs. Dus oh ja, chips. Blauwe plek. Dat doet zeer. Maar goed. Ja, ik ga nu even stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik eerst eventjes de video opnemen, want dan is dat klaar. Dan kan ik daarna even lekker bullet journalen. Dus daar zet ik jullie dan even bij. Maar nu eerst even zorgen dat ik ga filmen. De katten hebben inmiddels gegeten. Ik heb even gebullet journaled, maar ik film met mijn telefoon. Want mijn vlogcamera die geeft geen beeld meer. Het is echt drama. Alles gaat blijkbaar kapot. Ik weet niet wat ermee is. Dus ik ga nog even googlen vanavond. Misschien dat ik nog wat kan vinden dat ik weer beeld krijg. Want ik weet dus nu niet wat ik film. En dat is gewoon super onhandig. Dus daar baal ik weer als een malle van. Dus het is allemaal weer een beetje drama. Ik had een video opgenomen. Ik wilde een thumbnail foto maken. En ineens zei die... Ik heb geen beeld meer, dus nou ja, goed. Ik ga er nog wel even mee aan de gang vanavond. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen, want ik heb er een beetje hoofdpijn van gekregen.
Dan ga ik straks douchen en eten. Dan ga ik vanavond kopen zonder kijken. Kijken in Huivens Chateau Meiland. Goede tijden. En ik heb vanavond sowieso Virgin River en Deadline weer. En ik moet even mijn artikel schrijven. Dus dat is het ook wel. Maar ja, ik voel me nu een beetje rot vanwege die camera. Dus ik hoop dat ik het kan oplossen. En dat ik anders nog garantie heb. Dus ik moet maar even kijken hoe en wat. Maar het is wel weer eventjes vervelend zo. Ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik ga er vanavond even mee prutsen met die camera. En hopelijk komt het goed. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag, het is dinsdag. Het is 7 september. Ik ben klaargemaakt. En ik baal een beetje. Want mijn camera doet helemaal niks meer. Ik ben er gisteren mee aan het clearen geweest. En het scherm blijft zwart. Ik kan helemaal niks meer met die camera. Ook niet meer filmen. Ja, dat wordt een rondje Mediamarkt, want dat ding moet gerepareerd worden. Ik heb ze net eventjes gebeld, er zit gelukkig nog garantie op. Hij wordt dan wel opgestuurd, dan ben je hem wel 3 weken kwijt. Ja, voor vlog kan ik mijn telefoon gebruiken, moet ik alleen even kijken hoe ik dat met de extra video's ga doen. Maar ja, het is eigenlijk wel een beetje een nare situatie zo. Ik dacht echt, ik ben wel een beetje klaar met alles wat kapot gaat. Maar blijkbaar was alles wat kapot gaat nog niet klaar met mij. Dus dat. Dus ik ben er gisteren nog weer mee aan de gang gegaan. Maar ik las toen op een gegeven moment al dat het bij Canon best wel vaak voorkomt. Dit soort problemen. Dus ik ga, als het goed is, volgende week hem eventjes wegbrengen. En dan in de hoop dat ze hem kunnen repareren. Dus dat zou wel heel fijn zijn natuurlijk. Ik heb mijn nieuwe jumpsuitje aan van de Terstal. Ik vind hem wel heel erg leuk. Alleen, ja, dit... Ja, kijk, als je gewoon net hemdje onder hebt, is het prima. Gisteravond heb ik Kopen Zonder Kijken gekeken. Ik was echt een beetje verrast, want ik vond het best wel een beetje een zeur stel. Ja, het was heel moeilijk qua het huis. Ze hadden niet een heel erg hoog budget. Hij wilde dolgraag een bad. Op een gegeven moment hebben ze gevraagd, goh, zou je de concessie willen doen om het bad te laten varen? Want we moeten nu heel veel mooie huizen eigenlijk weigeren omdat er geen bad in zit of niet past. Nou, dat wilden ze niet. Uiteindelijk hebben ze een huis aangekocht. Daar waren de mensen totaal niet blij mee. Die hebben ze wel super mooi verbouwd. Het was echt heel erg mooi geworden. Toen waren ze ook wel blij. Maar ik vond het een beetje een zeurstelletje, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik had wel zoiets van, jeetje, weet je wel. Het huis zag er gewoon al heel goed uit. Weet je, als ik zo'n huis zou krijgen, ik zou er zo in gaan. Ik zou er niks aan doen. Maar goed, dat zijn dan toch weer de verschillen van de wensen van de mensen. Daarna heb ik Meiland gekeken. Dat was ook weer hilarisch. En natuurlijk weer, ja, gewoon helemaal grappig. Dus dat was allemaal wel leuk. Ik heb mijn artikel geschreven. Ik heb nog een extra video in elkaar gezet. Die heb ik online gezet. En Virgin River gekeken en Deadline. En het was ook super spannend. Dus wat dat betreft een hele goede serie. Ik kwam erachter dat er ook nog een vervolg is gemaakt. Ik weet alleen niet of die op Videoland staat. Maar ik ben daar wel benieuwd naar geworden. Maar ik las dat die minder goed ontvangen is. Dus nou ja, dat. Ik ga zo meteen eventjes een was aanzetten. Ga ik daarna hier al gewoon aan de gang. De kattenbakken, de gang en de douche. En ik laat jullie straks ook eventjes de versiering zien voor mijn verjaardag die ik heb gekocht. Want ik ga vanavond natuurlijk de boel versieren, want morgen ben ik jarig. Dus dan ja, is het wel zo leuk om de boel een beetje te versieren. Dus dat ga ik sowieso doen. Maar dan haal ik straks alles al eventjes naar beneden. Ik stink alleen heel erg, want ze zijn buiten bezig. Ze hebben buiten iets van bomen door een machine gehaald wat heel erg stinkt. Of takken, ik weet het niet. En het ruikt zo niet lekker, waardoor ik nu helemaal naar verbrande dingen ruik. Ik ruik ook gewoon, de geur zit ook gewoon helemaal in huis. Omdat ik straks de deur heb open gehad. Dus dat was niet zo'n goed idee. Ik moet zeggen dat het ook minder warm is dan dat ze voorspeld hadden. Ik heb gewoon een beetje kippenvel. Maar oké, weet je, ik krijg het wel warm met poetsen. Dus dat vond ik een beetje gekkig. Dus dat was minder lekker. Dus ik hoop wel dat die geur straks een beetje weggaat. Want daar word je niet zo heel erg blij van. Ik ga kijken waar ik jullie bij kan zetten. Het is nu natuurlijk iets lastiger met filmen met de telefoon. Want ik ben natuurlijk mijn camera gewend. Maar goed, het is even wat het is. En dan, ja, laat ik jullie ook straks even de versiering zien. Dus ik ga maar eens eventjes wat doen. Nou, superleuk. Ik heb hier al een verjaardagskaartje binnen gehad. Die ga ik even bewaren tot
morgen met openmaken. Maar ik heb dus hier de versiering die ik had gehaald. Ik heb hier allereerst 30 ballonnen. Vond ik wel leuk. Dan heb ik een hele grote folieballon met 30 trop. Ik heb hier nog een 30 jaarslinger. Die is ook wel heel erg leuk. Even kijken of die leuk hangen. Dan heb ik ook vlaggetjes met 30. Ik heb een diadeem met 30. Ik heb deze met 30. En ik heb hier een heel groot bordje die ik aan de deur gehangen met 30. Dus dat is alles wat ik heb gekocht aan versiering. Ik ga even alvast het ene tand opblazen, want het is nog heel vroeg. Het scheelt me vanavond weer wat werk. Dus dan ga ik alvast wel even wat ballonnen opblazen. Nou, we hebben hier een mandje vol ballonnen. En ik had ook nog een Sharp. Een 30 jaar Sharp, maar die was ik vergeten om te laten zien. Dus die heb ik ook nog. Maar de ballonnen zijn in ieder geval opgeblazen. Zo, inmiddels heb ik het super warm gekregen. Maar ik heb in ieder geval wel wat dingen kunnen doen voor de voorbereidingen voor het versieren vanavond. Ik was al vrij snel klaar met schoonmaken en zo. Het ging allemaal wel vlot. Alleen mijn dweil die ging kapot. Het gaat echt lekker bij mij. Alles gaat kapot. Die brak uit elkaar. Dus dat was even minder. Maar ik vind altijd met ballonnen opblazen vind ik altijd zo gedoe met die knoopjes maken. En ik dacht, ja, weet je, kan ik ze net alvast nu alvast opblazen. Of ze vanavond alleen maar op te hangen. Dus dan zijn die klusjes al klaar. Dus ja, wel lekker dat alles weer klaar is. De vuilnis is weer weg. De kattengrit en zo. Dus dat is allemaal wel weer lekker. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik vanavond eventjes, volgens mij die handhavers heet het en politie. Maar dat kan ik dus niet nakijken, omdat ik moet vloggen met de telefoon. Ga ik dan eventjes kijken. Dat is dan op RTL 5. En daarna denk ik even de roer om terugkijken. En ondertussen even de boel dus versieren. Verder wil ik de vlog afmaken en ook eventjes foto's bewerken. Ik ga vanavond een drankje nemen op mijn oudjaar. En verder ga ik Virgin weer verkijken. En verder met Deadline. Dus dat wordt verder de avond. Niet heel spectaculair of zo. Dus ja, dat is het eigenlijk ook wel. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. De laatste vlog waarin ik 29 ben. Want als ik de volgende vlog open, dan ben ik gewoon al 30. Dus ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje bij mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!